Jackie, je bent sinds kort Belgische. Ja. Wat verandert dat in je leven? Nou, sowieso kan ik nu eindelijk aansluiten bij het team, officieel ook. En het is voor mij sowieso iets leuks dat ik in een nationaal team kan spelen. En dat ik me ook weer op een ander gebied eigenlijk kan ontwikkelen. En dat ik dus, nu heb ik eigenlijk twee teams, weet je. En dat is natuurlijk heel leuk. Ja. Heb je de loting gevolgd voor de 2K? Ik heb de loting gevolgd, En tegen wie spelen jullie? Wij spelen tegen Nederland. Wordt dat en moeilijk? Portugal en Noorwegen. Albanië en... waar is al, denk ik, hè? Griekenland. Griekenland, ja. Ja, Griekenland lekker weer natuurlijk. Is altijd leuk. Ja. Nee, wordt wel een pittige pool, denk ik. We hebben, denk ik, vrij zwaar geloot. Maar ik denk wel dat we een van de leukste pools hebben. Ja. En ik denk dat wij doorgaan. Dus ik zie grote kansen. Kijk je uit naar de match tegen Nederland? Ik kijk ontzettend uit naar de match tegen Nederland. En persoonlijk vind ik wel fijn dat we die spelen een beetje aan het einde eigenlijk, zeg maar, van de dingen. En dan kunnen we eerst tegen Albanië kunnen beginnen en dan kunnen we goed inkomen. En dan weet ik zeker dat wij veel kansen hebben in deze pool. Mm-hmm. Je hebt bij Duisburg onlangs een blessure, maar je bent terug. Alles is terug in orde? Ja, in orde. Ja, min of goed meer. Genoeg om te spelen, zullen we het zo maar zeggen. En ik heb nu nog twee wedstrijden hierna en die speel ik sowieso nog door. En dan ga ik gewoon even genieten van een lekkere pauze. En dan hoop ik dat alles weer helemaal hersteld is. Maar het begint wel, ik merk wel met de weken dat ik minder last krijg, dus dat is mooi. Ja. Ga je ook TK in Zweden kijken? Of, ik ga zeker even kijken, ja. Ik kom zeker even langs zelfs, denk ik. Ja. Dus, ja. En ga je daar Nederland kijken dan wel echt? Ja, we moeten concurrentie zien. Scouten. Ja, je moet altijd goed kijken wat de anderen in petto hebben. Maar, Vandaag de match tegen Bad Nieuwenaar. Ja. Hoe verliep dat? Moeilijk? Of, Het was een heel moeilijke wedstrijd. Het veld lag er moeilijk bij. De bal stuiterde alle kanten op eigenlijk. En het is ook voor onze zoveelste wedstrijd in 2 weken. We hebben nu al 2 weken op rij zondag wedstrijd gehad. En dan weer de woensdag wedstrijd en dan weer zondag wedstrijd. En ik vond dat je in het team een beetje merkte dat iedereen eigenlijk de... Vermoeid was. Ja, de pit miste een beetje, zeg maar. En ik zelf speelde ook een keertje op links. Wat voor mij eigenlijk heel echt wennen is. Want ik kom eigenlijk altijd vanuit het midden. En ik vond dat je het wel merkte dat iedereen er eigenlijk een beetje doorheen zat. Dus... nu hebben we een week om voor te bereiden op Bayern München. En dan wil ik de laatste 2 wedstrijden ook sowieso winnen. Mm-hmm. En dan kijken we weer naar het volgende seizoen. Ja, en volgend jaar blijf je bij Duisburg? Ja, ik heb nog een jaar contract. Dus ik zit vast. Oké dan. Veel succes nog en prettige zomer ook. Dank je wel.